Deze vrijdag en zaterdag steken duizenden Nederlanders weer hun handen uit de mouwen voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van het land. Alleen al in onze regio zijn er meer dan 100 klusjes te doen deze dagen. Zo wordt er bij kinderboerderij De Goffert in Nijmegen een schoolmoestuin aangelegd. Wij staan vandaag op kinderboerderij De Goffert in Nijmegen. Wij doen ook mee met NL Doet. Dat is een landelijke dag waarop bedrijven, maar ook particulieren meehelpen bij organisaties die wat hulp kunnen gebruiken. Vooral non-commerciële organisaties. Wij hebben nu 20 man, die hebben zich opgegeven voor onze locatie. En we hebben verschillende klussen, want het zit namelijk zo, de klussen die wij altijd over hebben, of waar we niet aan toe komen, ja, dat moeten we allemaal tussen de werkzaamheden doordoen, die kunnen zij mooi oppakken. We zijn ook begonnen aan een nieuw knuffelverblijf. Dat gaan we helemaal opknappen. Daar zitten geen legkippen meer in, maar daar zitten kaafjes en konijnen in. En in de toekomst kunnen kinderen tussen de konijnen lekker gaan knuffelen. En een caviabak mooi op hoogte, zodat kinderen gewoon staand op oogniveau zitten met de cavia's. En natuurlijk meegenomen dat de dieren kunnen vluchten naar een vluchtgebied waar kinderen niet kunnen komen. Achter mij zijn we bezig met een nieuw hekwerk voor de nieuwe schoolmoestuin. Voor basisschool De Hazensprong hebben we een schoolmoestuin aangelegd voor twee aparte groepen. Hoewel het op het eerste gezicht misschien lijkt op een kerkhof, zijn het toch echt moestuintjes waar kinderen zelf van alles kunnen zaaien en laten groeien. Er zijn hier per bedje twee kinderen aan het werk en ze hebben al radijs en spinazie geplant. Verder hebben ze een mooi bordje gemaakt met bijzondere namen. Ja, het idee van de schoolmoestuin is eigenlijk gekomen doordat wij van verschillende betrokkenen uit de buurt de signalen kregen dat de basisscholen rondom ons graag een schoolmoestuin willen opstarten, maar dat zij daar niet de plek voor hebben. En die plek willen we juist bieden, ook een beetje voor de buurtverbinding. Wij zijn nu steeds meer, of we willen groeien naar een soort ontmoetingsfunctie, ontmoetingsplek in de buurt. Natuurlijk hebben we al 60.000 of 70.000 bezoekers op jaarbasis die hier komen, maar we denken dat wij ook een beetje de huiskamer van de buurt kunnen worden. Dus we willen zoveel mogelijk organisaties ook aan ons binden. En dit past perfect in dat verhaal. Oefening Bart Kunst, je ziet dat ze heel scheef stonden in het begin. En nu staan ze kaarsrecht. Dus top. Vele handen maken licht werk. En met het zonnetje gaat het helemaal lukken.